Het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen bestaat 475 jaar en dat wordt op 2 november gevierd. De school is op zoek naar oud-leerlingen en oud-medewerkers die daarbij willen zijn. Op 2 november start om 1 uur het algemene gedeelte in de Sint-Stevenskerk. Burgemeester Hubert Brul zal de bijeenkomst openen. Er worden gastsprekers verwacht, zoals oud-leerlingen en hoogleraren die gaan vertellen over de geschiedenis van de school. Na het feestelijke gedeelte is er een reunie in het schoolgebouw aan de Kronenburger Singel. En daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, bijpraten en samen iets drinken. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 oktober aanmelden.